Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Deze morgen. Yes. Ik zie er een beetje verward uit, maar ik ben ook een beetje verward. Want er gaat vandaag een hele grote wens in vervulling. En ja. Demi, wat hebben we binnengekregen? En nu gewoon in onze handen. MyHeritage DNA-test. Ik vind het echt zo vet. Want dat is het dus ook. Het is niet alleen maar voor je DNA, maar je kan ook je stamboom erin bijhouden. Je kan matches vinden. We moeten dus een van deze ontlokken. Openmaken. En dus 30 tot 60 seconden ronddraaien. In de wang. 30 tot 60 seconden ronddraaien. Stopwatch. Start. Dan doe je hem erin. Oh, dat gaat makkelijk. Volgende baan. Ja, klaar. Zakjes of buisjes erin. Goed dicht. Zo. Goed dicht, dat hij niet verloren kan raken. En dan ben ik echt heel erg benieuwd wat eruit komt. Uw resultaten zullen klaar zijn in 3 tot 4 weken op het moment dat het DNA-lab uw monster heeft ontvangen. Ja. We sturen u vervolgens een e-mail om uw resultaten online te bekijken. Dus die kunnen we online terugzien. En we hebben natuurlijk ook allebei een kit voor Daniel en Jurgen. Ja, dus die gaan we natuurlijk ook even testen. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat ook hun in het bloed hebben. Dan moet als het goed is wel overeen kunnen komen met Daniel. Dus we zijn benieuwd. De mannen zijn aan de beurt. Let's go! Deze is speciaal voor jou. De code heb ik wel al geactiveerd, dus dat hoef je niet meer te doen. Ja. En dan moet je nu natuurlijk de test doen, want je wil natuurlijk weten waar je vandaan komt. Dan ga ik hiermee weten. Ja. Achterhalen waar ik vandaan kom. Yes. Of de mensen, wat mijn voorouders en... Ja, dus er zit een brief in waar je het kunt opsturen. Want we gaan alles tegelijkertijd opsturen. Ja. Dan heb je hier 2 stokjes voor je linker en je rechterwang. Ja. Voor je linker en je rechterwang. En 2 buisjes waar het ingeklikt moet worden. En een zakje waar we het in moeten stoppen. Dus deze doen we eventjes weg. Dan hou ik even mijn telefoon erbij. Dan mag je er eentje uitpakken. Aan de onderkant zit een... Demi kan dat helpen. Ja, zit een lippie. Pak ik even de timer erbij. Want... tussen de 30 en de 60 seconden moet je dan in je wang. Dus je doet een stukje in je wang. Deze en dan moet je, ja, maakt niet uit. Dan moet je 30 seconden lang moet je in je wang roeren, draaien, dingen. Start. Ja. Yay. Stop. Hou het goed vast. Ja, het stokje mag erin en hij kan afbreken bij het zwarte gedeelte. Dat mag ik afbreken? Ja. Ja. Ja, en dan dicht. En dan draai je hem goed dicht. Spannend. Yes, dat is 1. Nou, top. Nu de andere kant. Wiskunde, toch? Ja. Nou, weet je wel hoor, Van der Wijn. Nou, voor de uitslag, dat is wel wiskunde, maar het testen, dat is hartstikke makkelijk. Nou ja. Het is, het is naar de lolly. Hè? Yes. Yes. Ja. Nou, hetzelfde verhaal. Voorzichtig. Ja. Hoppakee. Ook hier erop. En dan mogen ze in het zakje. Ding komt er niet aan, dan zit daar DNA. Kijk, en dan zie je de mand waar we het moeten opsturen. De derde komt erbij. Yes, yes. Oh, jullie hebben het al gedaan. Wij hebben het al gedaan. Wij konden niet wachten, we zijn zo benieuwd. Eigenlijk hadden we het al op willen sturen. Nou, we doen ze allemaal tegelijk. Dus, ja, dat duurt 3 tot 6 weken. Voordat ze het hier op de site staat 3 tot 4 weken. Oh, nou. Dus we doen deze. Dus binnen een maand weet je het. Jeetje. Oh. Dus Demi doet hem erin. Dan gaat hij dicht. Gaat hij goed dicht. Dat is zeker weten. En we hebben natuurlijk op het formulier ook jouw naam geschreven met de code erbij. Dat we niet door de war kunnen raken wie welke code. Dus dit zijn er al 3. Die neemt ze mee. En de 4e, die wordt vanavond gedaan. En dan gaan ze op de bus. Dus. Spannend. Ja. Kijk eens. Kijk eens. Hey. Voor je, hè? Hey, hey, hey. Nou, MyHeritage DNA Testing Kit. Yes, yes, hij is binnen. Ik ga hem openmaken. Ja, is goed. Satisfying moment. Ja. En daar mag je mee testen. Oh, dit zijn weer die leuke stokjes. Ja, maar deze hoeft gelukkig niet in je neus. Oh, deze hoeft niet in je neus? Nee. Oh, beter. Dus eentje is voor je linkerwang. Ja. En eentje is voor je rechterwang. Okay. Dus maak er maar eentje open. Ze zijn wel alle twee gewoon hetzelfde, ja, toch? Okay. Ja. Maak er maar eentje open en dan kan je gewoon in je wang... Moeten we deze niet te vast bijhouden? Want daar moeten we hem daarna in doen, toch? Ja, ja, klopt. Dus kan je hem ernaast zetten. Dan kan je die straks openmaken en hem erin afbreken. Okay. Zet me neer. 3, 2, 1, go. Ja. Ja? Stop. Nou, moet kijken. Als daar geen DNA aan zit, dan weet ik het ook niet meer. Voorzichtig, nee. Wat? Buisje openmaken. Deze? Ja. 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 Stokje erin stoppen. Ja. Zo. Ja. Ja. En dan kan je hem afbreken. Ja. Oh ja, top. En hem dan dicht doen. Ja. Goed dichtdraaien. Zo, nou dat is één. Dat is één, nu de volgende wang. Nou, gaan we de volgende doen. Ja. Even de telefoon erbij. In 3, 2, 1 en go. Ja, het is goed. Zo. Dus je steekt hem erin, tot aan het zwarte streepje. Ja. Breekt hem af. Nou. Topje erop. En dan mag hij in een envelop, denk ik. Ja, en mag hem in het zakje doen. En dan is het alweer gebeurd. Kunnen ze op de post. Yes. En dan mag je in het zakje, in het envelopje. En er zit het adres ook al op. Ja. Nou, wat handig. Ja, hè? Ik moet nog een postzegel super makkelijk. Regelen. Super makkelijk. Kan je hem zo opsturen en dan krijg je binnenkort de uitslag. Ben je een beetje benieuwd? Ik ben heel benieuwd. Waar ik vandaan kom. Wat zal het zijn? Ja. Misschien ben je ook wel, kom je uit... Nigeria. Nou, je weet het niet. Moet ik hem vast dicht doen? Ja, hij mag dichtgeplakt worden en dan kunnen ze bij de rest. En dan kunnen ze op de post. Yes! Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Ze zijn op de post. Dus nu is het wachten op. Ja. We hebben iets heel leuks gedaan. Want je kunt ook nog een stamboom gaan maken. Dus dan krijg je al veel familieleden te zien natuurlijk. En dan denk ik dat er in de databank of zo nog beter gezocht kan worden. Of dat er matches uit kunnen komen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ja, ja. Maar kijk eens. We zijn gaan invullen. Hier staat Jurgen. Hier staat mijn zus. Hier staat mijn broer. En hier ben ik. En ik hoor weer bij Jurgen. En dan zit Daniel weer bij mij. En die heeft weer een relatie met Demi. Dat is mijn moeder en mijn vader. Maar dan is dit weer een zus van mijn vader met haar man. En dit is weer een zus van mijn moeder met haar man. En dan krijg je hier de vader en moeder. Dus dit is weer de moeder van mijn moeder. Maar de vader van mijn moeder is onbekend. En daar zijn we naar op zoek. Ja, we gaan kijken of we dat kunnen achterhalen. Misschien wel, je weet het niet. Misschien dat iemand zegt, hey, ik heb precies hetzelfde. Er is een link. En er komt natuurlijk ook de DNA-test, die komt erin. Dus ik ben benieuwd hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Zijn zeer nieuwsgierig. Ja, nog even geduld. Maar geduld beloont, dus dan weten we precies wat eruit komt. En als we het weten, dan laten we dat natuurlijk meteen aan jullie weer weten. Maar tot die tijd moeten we wachten. En jullie ook. En is dit wel het einde van deze geweldige, avontuurlijke vlog? Ja. En wil je nou ook zo'n superleuke kit bestellen? Doe dat dan natuurlijk. En gebruik de couponcode RUTTEN. We zullen het even in beeld zetten. Kun je niet vergeten. Met hoofdletters. Ja. En de link staat in de beschrijving. Dus dan kan je meteen eventjes opklikken. Super makkelijk. En wie weet kom jij ook achter je roots. You never know, hè? En dan willen we natuurlijk vragen of jullie even een duimpje omhoog willen doen op deze video. Even reacties. Ja. En natuurlijk even abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende vlog. Doedels!